Paul Snabel, dank voor de uitnodiging in jouw fraaie huis in Zeist. Ik ga je interviewen in het kader van het Oral History project van het ADNG. Waarin inmiddels nu ruim 90 emeriti uit de psychologie, onderwijskunde en pedagogiek terugblikken op hun carrière. En hopelijk ook nog een beetje vooruitblikken op het vak. Ik ga het straks met je hebben over allerlei hoogleraarschappen die je op het gebied van geestelijke gezondheid hebt vervuld. De allereerste vraag is altijd of jij kort iets zou kunnen vertellen over jouw achtergrond, waar je bent geboren. Milieu waarin je bent grootgebracht en dan zullen we langzaam overgaan naar je studententijd. Oké, ja. Ik ben in 1948 geboren, dus ik ben echt een echte babyboomer. In Bergen-op-Zoom, uit Haagse ouders. Althans, mijn vader was geboren en getogen in Den Haag. Ja. Mijn moeder is geboren in Indië. Haar moeder ook al en een van haar grootmoeders ook. Dus dat is echt een sterke Indische trek. Is in 1937 in Den Haag komen wonen toen haar vader gepensioneerd werd. En daar heeft ze mijn vader kort na de oorlog leren kennen. Yeah. En toen zijn ze getrouwd en ik ben het eerste van vier kinderen, de oudste. Yeah. En wat volgens mij mijn vader was, mijn moeder had een onderwijzersdiploma, maar haatte dat vak. Dus heeft dat maar heel kort uitgeoefend. Is toen gewoon op kantoor als secretaresse gaan werken. Mijn vader was werktuigbouwkundige. Had dus wat we nu een HTS-opleiding zouden noemen. Werkte bij de Shell, heeft zijn hele leven daarbij gewerkt. Mijn broer heeft hetzelfde vak uitgeoefend en is ook zijn hele leven bij Shell gaan werken. Ik heb op de Shell studiebeurs gestudeerd. Oh ja? En ik ben uiteindelijk ook zelfs commissaris van Shell Nederland geworden. En ik schrijf nog altijd voor een Shell-blad, een column of zelfs een essay regelmatig. Dus die verbinding is er altijd gebleven. Het was een typisch, denk ik, als je gaat kijken in de geschiedenis, een sociaal stijgingsgezin. Ik ben de eerste die een academische opleiding heeft gehad. Yeah. Mijn ouders hadden dus eigenlijk voor die tijd al best hoog een hogere beroepsopleiding. Een stimuleerd gezin, ze stimuleerden ook dat je ik neem aan. Leren en studeren was natuurlijk wel, en werken was wel een uitgangspunt. In ieder geval voor de jongens, voor de meisjes. Was dat prima, maar dan hoefde dat toch wat minder. Zouden wij nu niet meer zo goed vinden, maar in die tijd was dat nog gewoon natuurlijk. Mijn moeder heeft natuurlijk ook nooit meer gewerkt na haar huwelijk. Ja, ja. En was je een slimme leerling? Lage school, middelbare school? Ja, ik geloof dat je dat wel kunt zeggen. Ja, ik ben wel een keer blijven zitten omdat ik gewoon te veel andere dingen deed op het gymnasium. Maar dat ging eigenlijk allemaal wel makkelijk. Zoals mijn vader dan placht te zeggen bij ouderavonden. Ja, hoor eens, hij doet natuurlijk geen bal. Hè? Daarna kreeg ik meteen een overhoring de volgende dag. Maar je ging naar het gymnasium? Het lyceum. Zoals dat toen was, daarna de gymnasiumafdeling. Alfa. Ja, ik ben een echte alfa-man. Ja. Ja. En las je graag? Mijn moeder had eigenlijk heel graag bibliothecaresse willen worden. Ja. En heeft ons als kinderen eigenlijk heel erg gestimuleerd om te lezen. Zij zocht voor ons de leuke kinderboeken uit. Ja. En wij zijn allemaal lezers geworden. Je bent sociologie gaan studeren. Hoe ontstond die belangstelling voor sociologie? Zijn er al voorlopers van op de middelbare school? Nee. Ik ben in 1967 gaan studeren. Toen was sociologie relatief, althans, het was niet zo'n nieuw vak. Het bestaat nu al meer dan 100 jaar of zo. Maar in Nederland was het toch pas eigenlijk toen echt aan het opkomen en belangrijk aan het worden. Grote studie aan het worden. Helemaal niet meer op dit moment, niet met psychologie te vergelijken. Hè. Dat is een tiende van het aantal studenten wat voor psychologie doet, sociologie. Wat begint met psychologie natuurlijk, want er zijn ook heel veel die het niet afmaken. Zeker. Maar ik bedoel, bij psychologie ben je gewend aan enorme aantallen, hè, honderden eerstejaars. Nou, bij sociologie was dat toen, waren het er in Utrecht 100, 150. En later werden het er soms maar 10 of 20 bij wijze van spreken. Dus dat is echt een heel grote verandering geweest. Het was een afstreepmodel. Ik wilde eigenlijk kunstgeschiedenis gaan studeren. Maar ja. Waarom ben je dat niet gaan doen? Want jouw laatste boek gaat over kunstgeschiedenis. Ja, gaat over de 17e eeuw, de Nederlandse schilderkunst. Heel simpel. Er werd natuurlijk gezegd door mijn vader van, ja, maar je moet toch ook nog een boterham verdienen? Ja. Nou, de rector van de school, die me ook goed kende van het gymnasium, die zei tegen mij, ja, maar Paul, dan mag je op je 40ste het eerste artikel over twee Chinese vaasjes te schrijven. Dat is niks voor jou. En toen ben ik gaan kijken, wat zou ik leuk vinden? Rechten werd tegen mij gezegd, is te saai.
volkomen ten onrechte, heb ik achteraf moeten vaststellen. Ja. Aan psychologie heb ik eigenlijk niet eens echt gedacht. Ja. Medische geneeskunde al helemaal niet, smetvrees en zo. En economie, maar dat vond ik toch weer net iets te wiskundig. Nou ja, en toen bleef eigenlijk sociologie als een soort... Ja, het is een soort modern recht, dus in de zin van je wilt niet de wetenschap in, maar je wilt gewoon een academische graad halen voor je verdere ontwerpopleiding. En pas tijdens de studie is eigenlijk het vonkje overgesprongen. Naar de wetenschappen? Naar de wetenschap toe. Ja, toen werd ik gevraagd om assistent te worden. En vanaf dat moment heb ik echt gekozen voor het vak. Hoe sprong dat vonkje over? Was er een bepaalde docent die jou heel erg inspireerde? Een bepaald boek of zo wat je las? Meerdere punten, maar een van de dingen die zeker speelde was dat een van de nieuwe hoogleraren in Utrecht was Piet Toenes, die als eerste eigenlijk ook het begrip verzorgingsstaat heeft gemunt. Want in Nederland werd welfare state uit het Engels ten onrechte in welvaartsstaat vertaald. Want het heeft eigenlijk veel meer met welzijn en met zorg te maken. En zijn proefschrift ging daar al over in 1961 of zo. Heel vroeg eigenlijk dus. Hij was heel erg historisch, maatschappelijk en politiek geëngageerd. Hij vroeg mij om assistent te worden. En dat was eigenlijk, kun je zeggen, deed het vonkje overspringen. Van, ja, dit is eigenlijk toch wel een heel interessant vak. Daar ga ik me verder in verdiepen. Was hij voor jou een soort leermeester? Dat kun je wel zeggen. Zeker. Ja. Als persoon zeker. Ja. Wat maakte hem voor jou een leermeester? De breedte van zijn belangstelling, een historische belangstelling, een beleids- en politieke interesse. Ja. Dus hij bracht toen al in de opleiding instellingen binnen die net waren opgericht, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat soort lijnen naar de overheid, naar de maatschappij, dat deed hij heel actief. En hij verbond sociologie ook eigenlijk met de geschiedenis van de filosofie, van de economie, van de maatschappijwetenschap in de brede zin. Die breedheid, daar gaan we het zeker over hebben, maar dat komt in jouw loopbaan ook wel zeker enigszins terug. Wat was je voor student? Ging je bij een studentenvereniging? Ja, bij Veritas, katholiek geweest. Ik was lid van Veritas een paar jaar. Daar vorm je jaarclub en zo. En daar was ik ook actief op allerlei fronten. Ja. Een conferentie over democratie georganiseerd, dat soort dingen. Ja. Een paar jaar verlies je eigenlijk het contact weer met zo'n vriend, heb je die niet meer nodig. Hè? Dus dan ben ik daarmee opgehouden. Ik las in de voorbereiding op ons gesprek ook, je was actief in een studentenwerkgroep over homoseksualiteit. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Dat is in de tijd, want je bent in de jaren 60 gaan studeren. Dat was in een tijd was dat makkelijk om daarvoor uit te komen? Of eerlijk gezegd, het is in ieder geval heel lang geleden, want nu wordt er vandaag gedaan alsof dat eigenlijk allemaal pas sinds kort kan. Maar dat was in de studentenwereld en zeker natuurlijk bij vakken als sociologie of ook psychologie was dat natuurlijk iets minder moeilijk. Maar het was natuurlijk niet gewoon. Hoewel in die tijd in de DSM. Die was er nog niet in 1990. Er was de DSM-2, maar die telde in Nederland niet. In die tijd was homoseksualiteit nog een... stond als stoornis DSM. Zeker. Ja, maar in Nederland was natuurlijk al wel wat aan het veranderen op dat gebied. Ja. En ik kwam, nu zeg je dan, hè, je kwam uit de kast, dat zei me toen nog helemaal niet, maar dat was op 10 februari 1969. Ik zei van ja, maar ik ben homo. Je weet die dag echt. Ja, natuurlijk. Exact. Ja. Maar hoezo natuurlijk? Omdat je het voor het eerst uitspreekt. En dat deed je tegen medestudenten of tegen je ouders? Eerst was het eigenlijk iemand die ik oom noemde, maar die een huisvriend bij ons was. Die waren verhuisd en toen logeerde ik een keer bij hun. En toen bracht hij mij terug met de auto. En tijdens dat gesprek, ik was 20 zo ongeveer. Begon die zo van, hoe zit dat nou eigenlijk bij jou? En toen kwam het eruit. Toen ging het zoef, dan gaat het meteen een soort... Dat was echt een bevrijding. Ook. Ja, en dan heb je ook ontzettende behoefte om het heel theatraal tot uitdrukking te brengen. Ja. En in mijn jaarclub van 7 jongens kwamen er toen nog 2 uit de kast. Dus dat is wel weer merkwaardig, want dat was dus van tevoren niet... Niet zichtbaar, om het zo te zeggen. We wisten dat natuurlijk niet van elkaar.
Ja, ja goed. En dat was een vrij actieve groep met Rob Tielman, die later hoogleraar homostudies is geworden als voorzitter. En via die groep kwam ik met de NVSH in aanraking en heb ik toen het eerste grote studium generale over seksualiteit georganiseerd. Dat was nog nooit gedaan. Het is een onderwerp waar de universiteit zich niet graag mee bezig hield. Dus dat hebben we toen gedaan in 1969. Heette natuurlijk ook Seks 69. Ja, je moet iets verzinnen. De associatie mag iedereen, mag kijker zelf bedenken. Zeker. Maar, en toen kwam ik dus als wetenschappelijk assistent, als student, op het wetenschappelijk bureau van de NVSH te werken. Hebben we heel veel gedaan op het gebied van de seksuele wetgeving die opgeheven zou moeten worden en veranderd zou moeten worden. En ons met name ook ingezet voor de abortushulpverlening. Ja, daar ben ik dus eigenlijk de eerste onderzoeker eigenlijk op dat gebied geweest. Met vrouwen en meisjes die abortus nodig hadden. Dus daar heb ik toen een aantal jaren. Wat ook wel te maken heeft met bevrijding. Is dat echt een thema voor jou geworden of zo? Bevrijding of. In die tijd denk ik wel. Dat paste natuurlijk er heel erg bij. En ontdekte je toen ook dat je toen goed kon organiseren? Dat was de reden waarom Rob Tielman, die had, als je lid werd van die werkgroep, dan moest je bij Rob op audiëntie komen, want dat was wel ongeveer zo. En dan werd je helemaal uitgehoord over wat je had gedaan. En toen bleek dat ik in mijn middelbare schooltijd al heel veel dingen had gedaan. Ik had in de jeugdpolitiek gezeten. Ik was klasseoudste geweest, hoofdredacteur van de schoolkrant. Ik had eten voor India Nu, toen hongernood in India had ik georganiseerd in Breda. En Help Israël en zo, dat soort dingen, dat had ik allemaal georganiseerd. Waar kwam dat vandaan, die drang om te gaan, om te organiseren, bijdragen aan een betere wereld of zo? Ja, dat als je terugblikt? Natuurlijk vind je het onderwerp, spreekt je aan natuurlijk. Je draagt je, je denkt, daar moet toch iets gebeuren. Nou ja, en dan ontdek je eigenlijk aldoende dat je dat kunt. Dat ik kan organiseren, dat ik leiding kon geven en zo. En dat vond ik dus leuk om te doen. Het was ook gewoon voor mezelf een fantastische leerschool. En daardoor durfde Rob mij te vragen van, we hebben de kans om een studium generale te organiseren. Ik denk dat jij dat moet gaan doen. En dat deed je? En dat deed ik dus, met een clubje. En dat is een heel groot studium generale geworden. En ook heel leuk. Het was natuurlijk in die tijd seksuele revolutie, dus alles was in beweging wat dat betreft. Wanneer wist je dat je wilde gaan promoveren? Nou, eigenlijk al vrij vroeg, want dat hoorde wel een beetje bij het clubje wat toen is had gevormd. Het was toen niet zo gebruikelijk in de wetenschap om te promoveren. Dat was eigenlijk meer. In de hele wetenschap toch? Nee, behalve de beta-kant, maar verder eigenlijk niet. Dat was eerder, als je hoogleraar wilde worden, dan was het wel de bedoeling dat je ging promoveren. In Nederland was het bijna, zoals in Duitsland het geval was, dat het eigenlijk de promotie in Nederland bijna gelijk stond wat in Duits de habilitation heet. Dat is de tweede proefschrift. En in Nederland was het proefschrift eigenlijk de sollicitatie naar een hoogleraarschap. Dus dat deden niet zoveel mensen. Maar bij Toenis was dat al aan het beginnen, dat een aantal van de assistenten en medewerkers al bezig waren om te gaan promoveren. En dat dus ook deden. En ik ging na mijn afstuderen in Utrecht ging ik naar Duitsland om verder te studeren en om daar te promoveren. In Bielefeld? In Bielefeld, het was een nieuwe universiteit. Was het toeval? Waarom naar Duitsland? Ik had natuurlijk naar Amerika gewild, zoals iedereen. Maar dat was gewoon te kostbaar. Je kon nog geen studiebeurzen krijgen en zo. En mijn vader zei van, hallo, ik heb 4 kinderen. En de dollar was toen nog 4,35 gulden of zoiets. Dus dat was eigenlijk onbereikbaar. En toen kon ik in Duitsland, was het natuurlijk veel makkelijker allemaal. En ik kon ook in Nederland blijven werken. Dus ik kon mijn eigen geld blijven verdienen. Met de onderzoeken die ik deed voor de opvolger van de NVSH, STIMEZO, de Stichting voor Medisch Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking. Ik deed hun wetenschappelijk onderzoek. En dat betekende dat er dus altijd vragenlijsten ingevuld moesten worden in die klinieken. En ik zorgde dan voor de interpretatie en de rapportage daarvan. En dat kon ik voor een groot deel vanuit Bielefeld makkelijk doen. Er waren natuurlijk nog geen. Je had natuurlijk geen telefoon, je had geen computers, er was allemaal niks. Dus het was allemaal toch op afstand werk. En ik heb voor Bielefeld gekozen omdat dat een nieuwe universiteit was, opgericht door een in die tijd in Duitsland heel vooraanstaande socioloog, Helmut Schelsky. En daar hadden ze een sociologiefaculteit van 16 hoogleraren, 60 wetenschappelijk medewerkers en 200 studenten.
Nou, dat is tamelijk groot. Dat was gigantisch groot aan de wetenschappelijke kant en heel klein. Precies qua verhouding. Ja, die valt uit ten gunste van de wetenschap. Ja, dat is ongelooflijk voor Nederlandse begrippen. Ja. En daar studeerde ik bij Niklas Luhmann, wat een van de grote moderne sociologen is. Eigenlijk niet zo bekend als Habermas, maar op datzelfde niveau. Ze hebben samen ook een hele indrukwekkende discussie gehouden. De Habermas-Luhmann-discussie. Heel erg moeilijk. Een hele ingewikkeld soort systeemtheorie. Maar wel over de totale breedte, zou je kunnen zeggen, van de samenleving. Dus ook over overheid, wat over de kunst, ook bij jou over in jouw rechten. Loopbaan helemaal terugkomt. Ja. Hij ook een leermeester bij jou geweest? Op wetenschappelijk gebied wel, maar in persoonlijke contacten. Dat was in Duitsland allemaal veel afstandelijker dan. Ik heb hem natuurlijk wel een paar keer gesproken, maar het was niet iemand met wie je een... maar dat deden Duitse hoogleraren zeker niet met studenten. Dat was toen nog heel... Herr professor. Herr dokter professor eigenlijk. Nee, herr professor zeg je dan. Herr professor. Ja. Ja. En je bent uiteindelijk gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. Toen ik mijn Stimezu-tijd achter de rug had, daar hoorde ook natuurlijk de mislukte wetgeving bij die ik eigenlijk gemaakt had. Dus het initiatiefwetsontwerp wat toen niet lukte in de Eerste Kamer. Toen ben ik weggegaan daar. Toen ben ik bij het Nationaal Centrum Geestelijke Volksgezondheid gaan werken. Dat was, dat was een soort fusieinstituut waar een wetenschappelijke afdeling moest worden ingericht. En dat werd mijn taak. Dus ik begon in mijn eentje in een wereld die voor mij nieuw was, namelijk geestelijke gezondheidszorg, geestelijke volksgezondheid. En toen moest ik daar een onderzoeksafdeling opbouwen. Nou ja, toen ik 15 jaar later wegging, werkte er meer dan 80 mensen op die onderzoeksafdeling. En is weer dat organiseren? Wel inhoud hoor. Het was wel degene die de onderzoekslijnen uitzette enzovoorts. En ook de kwaliteitsbewaking en dat soort dingen deed. Ik vond wel, kijk, dat vind ik wel essentieel bij sociologie. Sociologie is eigenlijk, vind ik, het beste als het zich verbindt met een ander gebied. Dus eigenlijk, als je als socioloog bezig gaat met de geestelijke problematiek, psychische problematiek, psychiatrie, moet je eigenlijk zorgen dat je op dat gebied ook thuis bent. Dus wat ik deed, was natuurlijk zorgen dat ik wist wat er speelde in de psychologie, wat er in de psychiatrie aan de orde was, wat er in de psychotherapie speelde. Omdat, laat ik zeggen, vanuit mijn sociologische invalshoek, te kunnen meenemen en te kunnen verbinden. En te kunnen verbinden, dat heb ik later ook in de laatste jaren vooral met kunst gedaan, met de kunstgeschiedenis gedaan, daar een sociologische invalshoek op gezet. Maar wel zo dat ik wel weet waar dat vak over gaat en zelfs daar heel... Dat vergt lijkt mij ook het verkrijgen van overzicht. Overzicht, En brede verbanden zien en misschien ook wel durven te trekken. Dat is iets waarvan ik zeg altijd van, kijk, in de wereld van generalisten, of in ieder geval van specialisten, is een generalist ook weer een specialisme. En ik ben een generalist. En dat, althans, dat leek dat ik dat was, om het zo te zeggen, dat ik dat kon. Het is niet zo van ik word generalist of zo. Je ontdekt voor jezelf dat je dus waar anderen eigenlijk steeds verder een fuik ingaan van specialisatie. Vond ik het juist zo interessant om steeds weer naar nieuwe gebieden te kijken en die te incorporeren in waar ik mee bezig was. Maar ik schreef ooit een biografie van Piet Vroon, de psycholoog. En hij zei van dat was ook een generalist. Wow. Want als je met je proefschrift bezig was, dan weet je steeds meer van steeds minder. Dat eigenlijk klopt. Dat moet jij enorm herkennen, denk ik. Want mijn proefschrift was eigenlijk een toevalstreffer. Toen ik in Duitsland was, wilde ik een proefschrift schrijven waarbij ik... bedoel het meer algemeen, maar dat je dat was bij dat onderwerp niet zo. Dat zal ik even uitleggen. Ja. Toen ik in Duitsland was, wilde ik een proefschrift maken. Het was een grote ambitie. Eigenlijk de soort Chomsky van de sociale wetenschappen worden. Dus wat de transformationeel generatieve grammatica, had ik me ook al mee bezig gehouden. De regels die erin zetten, dacht ik, die zouden eigenlijk voor het sociale leven ook kunnen gelden.
En dat was echt een greep te ver. Dat lukte mij niet. Hoe kwam je bij dat idee? Dat was natuurlijk een prachtig idee. Dat je, In de taalkunde was Chomsky op dat moment de man. De meeste mensen kennen hem natuurlijk nu als politieke activist en filosoof. Ja. Maar zijn grootste daad is geweest. Hij had een klein proefschrift geschreven. Wat in Nederland is uitgegeven. Van 80 bladzijden. Ja. Waarin hij een totale verandering van de taalkunde tot stand bracht. En dat was die transformationeel generatieve grammatica. Eigenlijk een soort vertakking van hoe bouwen wij zinnen op in onze hersenen, dat wij dat kunnen. Eigenlijk het verhaal van hoe kan taal eigenlijk tot stand komen. Waarom weet ik wat een goede zin is en wat een slechte zin is en zo. Dat werd in dat systeem helder. En ik dacht, maar dat bestaat misschien ook wel in het sociale leven, dat mensen natuurlijk in de hele interactie, in de manier waarop mensen met elkaar omgaan, dat daar een regelsysteem achter zit, wat misschien wel die kenmerken heeft van dat transformationeel generatieve wat Chomsky had gedaan. Dus dat wilde ik toen gaan doen. Nou, dat was natuurlijk echt. Er was natuurlijk geen enkele begeleiding voor een proefschrift. Ook in Duitsland niet. Maar daar begon ik dus mee. Maar dat liep uiteindelijk natuurlijk vast. Dat lukte niet. Toen heb ik het een aantal jaren laten liggen. En toen was ik al hoofdonderzoek bij wat toen het NCGV heette. Ook veranderd in Nederlands Centrum Geestelijke Volksgezondheid. En toen was de tijd van de grote onrust over de sekten en nieuwe religieuze beweging. De Bachman. De zelfmoord van bijna 1000 mensen in Guyana van de Jim Jones-secte. Ja, ja, ja. En toen hebben we daar een onderzoek naar gedaan hoe gevaarlijk dat nou was in Nederland. Ja, ja. En toen zei mijn baas, die zei van een heel lastig onderwerp, gevaarlijk onderwerp. Ja. We gaan dat toch maar eens aan onze voorzitter, want Kees Trimbos, hoogleraar sociale psychiatrie in Rotterdam, was voorzitter van het bestuur. Wat we normaal nooit deden. En Kees die zei tegen mij, nou, op de helft daarvan kan je promoveren. Dus dat moeten we maar doen. Ik zei, maar dit vind ik helemaal niet goed genoeg om te promoveren. Dat moet echt anders. En toen zei hij iets wat heel slim was in mijn geval. Hij zei, je doet maar wat je wil. Je doet maar wat je niet laten kan. Ja. Maar wij gaan nu een datum vastleggen. Dus ik was in de zomer van 1981 was ik bij hem, in juli of zo. En toen zei hij, dat wordt dan februari 1982. Doe maar wat je niet laten kan, maar dan promoveer je. Nou, snel. Ja, dus ik heb het hele proefschrift helemaal herschreven toen. Waarom zei je van dit is niet goed genoeg? Nou, ik vond het veel top. Ik vond het echt. Het idee wat je oorspronkelijk had vergeleken hiermee is natuurlijk wel. Is natuurlijk duidelijk minder ambitieus, om het zo maar te zeggen. Ja, natuurlijk wel. Ik vond het gewoon niet goed genoeg. Ik vond dat het te veel consistentie miste en ook niet theoretisch goed uitgewerkt was. En zo. Dus dat ben ik toen gaan doen in die maanden. In december was het klaar. En toen is het gedrukt. Het is ook een handelsuitgave geworden. Hè. Het heette Tussen Stigma en Charisma. Nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid. Dus toen heb ik bekeken of al die bewegingen, ook al die bewegingen uit het boeddhisme en het hindoeïsme en de christelijke achtergronden enzovoorts, of die. Maar je bent dus binnen een jaar gepromoveerd? Ja, een half jaar eigenlijk. Ja. Hoe kan je dat zo snel doen? Ik heb wel eens gehoord van wiskundigen bijvoorbeeld, die heel snel promoveren op een proefje of artsen op een bepaalde methode om je milte of zo eruit te halen, blinde darm eruit te halen. In de geesteswetenschappen lijkt me dat toch. Ja, lastiger in elk geval. Ik had natuurlijk wel veel voorwerk al gedaan voor dat rapport. Maar ik vond het rapport zelf gewoon nog te veel een rapport en te weinig. Een monografie, zal ik maar zeggen. Echt een degen studie. Dus dat heb ik toen toch wel helemaal omgezet. En echt nog helemaal herschreven. En ik heb, een van de dingen die wel bij mij horen. Ik zeg altijd ik ben misschien niet zo vreselijk origineel in veel sommige dingen. Maar ik kan heel snel denken, ik kan heel snel spreken, ik kan heel snel schrijven. Dus ik schrijf, het was eigenlijk allemaal eerste concept. Dus ik schrijf gewoon. Het was daar zo, want we hadden natuurlijk nog geen computers. Dus ik zat thuis te schrijven. Met een kroontje pen. Niet met een kroontje pen, maar met een vulpen inderdaad. En dat ging dan 's morgens naar het instituut. En we hadden een aparte typist aangetrokken om mijn werk uit te typen. En die typte dat dan die dag uit. En ik schreef dan ondertussen weer de volgende hoofdstuk en zo. En na een paar maanden was het klaar.
toen, na tevredenheid ook wel. Ik denk dat je het heeft een goede beoordeling gekregen. Maar ik denk dat je voor jezelf, dat je sowieso ook een hoge eisen aan jezelf stelt. Als ik het boek nu teruglees, dan kijk, het is het soort boek wat nu niet meer bijna geaccepteerd zou worden als een proefschrift, omdat het een beschrijvend en beschouwend en interpreterend verhaal is. Essayistisch bijna of zo. Ja, iets meer dan dat. Het is wel. Maar het is wel een verhaal. Het is natuurlijk ook een boek wat je kunt lezen, om het zo maar te zeggen. Het was niet gebaseerd op artikelen, dat deed men helemaal nog niet toen. Het was ook, er zat wel wat onderzoek van mij in, interviews met mensen die in die bewegingen hadden gezeten enzovoorts, en ontmoetingen met die mensen. Veel literatuur, ook uit de kranten en ook wat er allemaal was. Het heeft toen toch wel, en ook daar weer heel veel verschillende bronnen, type bronnen gebruikt. Dus om over die godsdienstopvattingen te kunnen, moet je wel weten wat hindoeïsme is. Moet je wel weten hoe boeddhisme denkt en zo. Ja. Dus daar had ik me wel in verdiend. Ja. Jij komt uit een katholiek milieu. Ja. Zei je net. Was je actief? Was je, nee, toen al lang niet meer. Nee, je bent niet katholiek gebleven, zeg maar. Nee, dus wel geboren, maar niet. In mijn eerste jaar als student ging ik nog een paar keer naar de studentenparochie, want die was er toen. Nee. Ja. En op een gegeven moment deed ik dat niet meer. En toen lag ik op zondagochtend in mijn bed. En toen rekende ik natuurlijk toch op dat er een onweer zou uitbreken. En dat er een grote bliksemflits uit de hemel zou komen om mij te corrigeren. Maar ja, dat gebeurde niet. Dus het was klaar. Maar na tevredenheid je proefschrift afgerond uiteindelijk. Maar ook al had je toen ook wel de ambitie om hoogleraar te worden? Toen begon dat te groeien. Ja. Ik zat natuurlijk in die wereld van de geestelijke gezondheidszorg, de geestelijke volksgezondheid, psychotherapie, dat soort dingen, psychiatrie. En toen werd ik uit, een paar jaar later, dit was 1982, ik denk 1985 of zo, werd ik benaderd vanuit Maastricht of ik daar wilde helpen de psychologie op te bouwen. Want die moest daar eigenlijk beginnen. Hè, En toen heb ik gezegd, nee, daar heb ik geen zin. Ik wil niet naar Maastricht. Ja, niet dat ik Maastricht niet leuk zou vinden, maar ik dacht, ik ga niet in mijn eentje daar in een stad zitten waar je er nooit bij gaat horen. Terwijl je ook geen psycholoog bent. En ik was ook geen psycholoog, maar ja, dat vonden zij al geen bezwaar toen, kennelijk. Hè? Dus dat, want dat roep ik dan ook altijd, ja, maar ik ben geen psycholoog. Ja, nee, maar toch. Nou, daar hadden ze in Utrecht, Jos Dijkhuis, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen in Utrecht, had daar lucht van gekregen. En ik kende hem, hij zat in het bestuur van het NCGV. Hij was hoogleraar klinische psychologie, hè? Destijds. Hij was hoogleraar klinische psychologie, dat was zijn broer in Leiden, Jan. Jan en Jos. En zijn broer was wat ouder. En die kwam toen en zei, ik heb een veel interessanter aanbod. Zou je niet bij ons buitengewoon hoogleraar willen worden voor 1 of 2 dagen in de week en dan gewoon hier hoofdonderzoek blijven? En dat vond ik wel leuk. Wat is dat precies, een buitengewoon hoogleraar? Dat bestaat eigenlijk niet meer, dat is eigenlijk part-time, zouden wij nu zeggen. Je hebt natuurlijk gewoon hoogleraar en dan heb je bijzonder hoogleraar, dat is vanwege een stichting of zo. Dat was het dus niet. Dit heette toen buitengewoon, dat betekende eigenlijk dat het wat we nu part-time zouden noemen. Dus dat was 1 of 2 dagen in de week. En dan kon ik dus gewoon hoofdonderzoek van het NCGV blijven. Ja. En daar heb ik toen ja op gezegd. Hoogleraar geestelijke gezondheidszorg en geestelijke volksgezondheid. En geestelijke volksgezondheid. Ja. Dat was jouw leerstoel. Bij de klinische psychologen. En, hoe werd je ontvangen daar door die als socioloog? Gemengd, hè, natuurlijk. Door die psycholoog. Ja, vertel eens wat over. Dat is best lastig. Ten eerste had ik dat. Ik werd natuurlijk hoogleraar. In die tijd was het nog niet zo dat dat. In feite kon de decaan, die regelt het gewoon. Hè? Dit werd natuurlijk wel, de zusterfaculteiten werden geraadpleegd. Ik had natuurlijk wel een reputatie opgebouwd. En ik bedoel een goede reputatie in de wereld van de psychiatrie en de psychotherapie en de psychologie en zo. Maar goed, ik was niet van dat vak. Binnen de vakgroep was dat toch wel een beetje moeilijk voor sommige mensen. Zo van maar dat is allemaal goed gekomen. Dus wat zeker speelde is, psychologie stond in die tijd nog apart genoemd in het academisch statuut of zoiets. En psychologen hadden toch wel een hogere pet op van zichzelf dan van alle andere vakken in de buurt. Kunnen ze niks aan doen, hè, die psychologen? Pedagogiek telde natuurlijk al helemaal niet mee. En sociologie was misschien wel iets te politiek verdacht of zo. Hè? Bovendien was het toen nog zo, bij klinische psychologie
als je afstudeerde in dat vak, toen was je eigenlijk meteen gedragstherapeut. Ja. Dat is, kort daarna is dat allemaal verboden, dat mocht niet meer. Ja. Ja. Maar toen was dat wel zo. Dus de meesten waren eigenlijk toch vooral therapeutisch aan het werk. Ja. En niet zozeer wetenschappelijk. Ja. Dat moest toen. Ja. Er was een enorme achterstand in proefschriften. Ja. Vele van de collega's waren nog helemaal niet gepromoveerd. Nou, daar moest toen een race gemaakt worden om te gaan promoveren, om wetenschappelijk medewerker te kunnen blijven. Ja, er veranderde heel veel in die tijd aan de universiteiten. En eigenlijk is die overgang van, zeker ook in die sociale wetenschappen, naar een meer wetenschappelijke oriëntatie, is eigenlijk met name vanaf midden jaren 80, met de selectieve krimp- en groeioperatie vanuit het ministerie, is toen eigenlijk tot stand gebracht. Ook omdat je vanaf die tijd veel meer werd afgerekend ook op jouw publicatie. Dat werd er voor die tijd helemaal niet gedaan. Nee. En toen wel, en toen speelde natuurlijk ook dat inderdaad een benoeming daarvan afhankelijk was en steeds meer werd. Ja. Toen kwamen ook de onderzoeksassistenten, de AIO's kwamen toen, werd toen ingesteld, dat systeem van systematische begeleiding van een proefschrift. Voorbereiding. Hoe kijk je als socioloog daarop terug, op die veranderingen aan de academie, zeg maar? Gemiddeld eigenlijk toch wel vind ik dat dat een hele positieve ontwikkeling is geweest. Misschien iets te ver doorgeslagen in de zin van alleen, laat ik zeggen, Engelstalige, in feite Amerikaanse publicaties stellen nog. Proefschriften kunnen bijna alleen maar gemaakt worden op basis van artikelen, uitgemolken onderzoeken waar vijf artikelen of vier artikelen uit voortgekomen zijn. Ik vind het wel iets te veel geïndustrialiseerd bijna, zou ik nu zeggen. Aan de andere kant, als ik vergelijk hoe het in de jaren 60 was. Ja. Vrijheid, blijheid. Vrijheid, blijheid. Want er was tijd zat voor alles, maar er werd verdomd weinig gedaan voor een deel. En wie onderzoek deed, was toch eerder een uitzondering dan dat de regel was. En ook het onderwijs was. Ik ben niet voor niks naar Duitsland gegaan. Het onderwijs was gewoon niet goed genoeg. Het was te losjes allemaal, te gemakkelijk. Je kon ook eindeloos blijven studeren. De wetenschappelijk medewerkers waren gewoon de generatie voor jou, want de studenten groeiden, dus dan moesten mensen genoemd worden, dus die kregen snel een aanstelling. Maar er was weinig serieuze, controle op en nog minder serieuze ontwikkeling van onderzoek. Misschien is het nu wat te ver in de, in die standaardrichting doorgestaan. Had jij wel eens last van publicatiedruk of zo? Nooit. Ik, in de voorbereiding, ik zag, je hebt veel Nederlands gepubliceerd, relatief minder in het Engels volgens mij. Tamelijk veel boeken ook. Ja, allemaal dingen die niet mogen. Hè. Je blijft dus wel je eigen gang gaan. Waarom is het jou wel gelukt? Omdat je organisatorisch veel voor elkaar kreeg of zo? Of? Denk het, ik durf je dat niet te zeggen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb alleen. Ik ben nooit afhankelijk geworden van de universiteit. Ik had natuurlijk altijd werk ernaast en daarna. Wilde je ook altijd. En dat wilde ik ook, want ik vond het belangrijk om die voeling te houden met wat er werkelijk gebeurt. Hè. Dat ik denk van ja, het moet. Want dat is de opdracht die je voor jezelf, die de socioloog Paul Snabel, wat je net zei, dat je moest verbinden met om een goed socioloog te zijn. Vond ik belangrijk. En dus vond ik het ook belangrijk om je bent een Nederlander. Dat ik in het Nederlands publiceerde. Wat ik trouwens ook, omdat ik het leuk vond om te schrijven, gewoon veel beter kon. Heel eerlijk gezegd. Mijn school Engels was niet voldoende om dat echt op het manier zoals het nu gaat. Als ik zie bij studenten die nuances. Die hebben dat helemaal in de vingers. Die kunnen heel goed Engels schrijven. Dat lukt mij. Mijn Duits was beter natuurlijk na 2 jaar in Bielefeld dan mijn Engels. En ik voelde me ook meer thuis in het Nederlands. En ik vond het ook belangrijk om voor Nederland te kunnen schrijven. Voor de Nederlandse samenleving, voor de Nederlandse hulpverlening, voor de Nederlandse wetenschap. En ik vind dat nog steeds eigenlijk zo. Het grappige is dat Amerikanen en Engelsen die spreken, die vinden dat dan eigenlijk ook. Die staan een beetje verbaasd soms hoe wij dat in Nederland doen. Dat het alleen nog maar georiënteerd is op internationale publicaties. Die natuurlijk in Nederland niet of nauwelijks gelezen worden. Die hebben het voordeel van de Engels moedertaal natuurlijk gewoon. Jawel, maar zij beseffen, voor hen is het verbazend hoe dat dan gebeurt hier. Ja. In Nederland en in Scandinavië is dat het allersterkste. Je werd ook hoogleraar klinische psychologie, hè? Ja. Zonder dat je ooit
psycholoog geweest bent. Ja. Dat is ook wel bijzonder. Ja, ik was zelfs de enige die psychopathologie gaf. Je gaf ook psychopathologie? Ja. Ja. Niemand durfde dat. Waarom durf jij het wel? Ja, je kunt dat. Ik bedoel, ik had de hele literatuur op het gebied van depressie, schizofrenie, fobieën, persoonlijkheidsstoornissen, die had ik wel tot me genomen, om het zo maar te zeggen. En ik had het in de praktijk, niet als klinicus, maar wel door veel in klinieken te zijn, had ik het natuurlijk wel geleerd. Ik was zelf in psychoanalyse geweest. Ik wilde een beetje een bruggetje. Ja, dat was heelde natuurlijk ook een rol. Ja. Ik schreef daarover, ik deed daar onderzoek naar. Of ik deed met mijn medewerkers op het NCGV daar onderzoek naar. Dus ik denk dat ik. En ik vond juist die psychopathologie wel heel fascinerend. Ja. Hè, wat schizofrenie is, hoe je depressies kunt herkennen, waar dat in tot uitdrukking komt enzovoort. Dat is voor een deel een verhaal ook wat je vertelt. En ik was erg enthousiast dus geworden. Niet per se noodzakelijk dat je die mensen ook behandeld zou moeten hebben of zo? Nou, in feite was het natuurlijk ook zo dat bij de klinisch psychologen helemaal niet zoveel psychiatrie natuurlijk aan de orde kwam. Het waren natuurlijk heel veel mensen die wel met fobieën of met laat ik zeggen, gedragsproblemen werkten. Met vaak hele individuele contacten. Maar echt met de psychiatrie, daar was die contacten waren heel beperkt. En dat vond ik wel juist de interessantste groep, eerlijk gezegd. En ik was in 1980 voor het eerst bij de grote jaarvergadering van de American Psychiatric Association geweest. De en daar werd de DSM-3 geïntroduceerd. En ik vond dat heel indrukwekkend en heel goed. En toen was pas voor het eerst dat homoseksualiteit als stoornis eruit is gehaald. Ja, maar dat was voor mij niet de overweging. Er is een fantastische documentaire trouwens over gemaakt, Cured. Kan ik je zeer aanraden. Ja. Over het uithalen daarvan. Ik heb wel een boek daarover en zo, maar dat inderdaad. Ja. Nee, dat speelde niet. Maar het belangrijke vond ik vooral dat het voor het eerst kreeg dat vak een standaard nomenclatuur gebaseerd op gedragskenmerken en op dingen als van hoe lang duurt enzovoort. Ja. Dat bestond niet. Als je over schizofrenie sprak, moest je eigenlijk aan iemand vragen, bij wie heb jij gestudeerd? Ja. Want dat kon een andere opvatting over schizofrenie zijn dan, om het zo te zeggen, dan op een andere universiteit. Zo was dat toen. Ja. En feitelijk heeft de DSM-3 ertoe geleid dat het hele de verwetenschappelijking van de psychiatrie mogelijk werd. En dat ook geleidelijk aan, en ik zie dat nu eigenlijk helemaal tot stand gekomen is, want ik zie dat bij Zonnewede, waar ik de onderzoekscommissie voorzit voor de GGZ. Het verschil tussen psychiatrie en psychotherapie en psychologie eigenlijk helemaal verdween. Ze gebruiken dezelfde nomenclatuur, dezelfde boeken. DSM-5 nu is ook in de psychologie gewoon het standaardwerk. En ook er zit geen verschil meer in wat dat betreft. En ook qua wetenschappelijk werk lijken beide vakken, behalve als het over de echte medicatie gaat natuurlijk, heel erg op elkaar. Je kunt het verschil eigenlijk tussen een psychiater die nu onderzoek gaat doen, een jonge psychiater die nu onderzoek gaat doen en een klinisch psycholoog die van de universiteit komt, kun je eigenlijk niet meer zien. Dan moet je echt vragen, ben jij psychiater of ben jij psycholoog? Nog even over die psychoanalyse, wat toch altijd een, of niet altijd, maar wat een marginale plek innam binnen de GGZ. Ja. Je bent heel open over dat je in psychoanalyse bent geweest. Ik ben zelf ook in psychoanalyse geweest. Niet zo lang als jij, 2 jaar. Kijk. Toen kon ik het voor mezelf niet meer verantwoorden de tijdsinvestering. Ja. In die tijd kon het ook nog. Wat heeft de psychoanalyse voor jou betekend? Nou, heel veel toch wel. Ik had toch wel het gevoel dat ik op een aantal punten, met name in mijn persoonlijk leven en in ook in relatievorming en dat soort dingen, dat ik was gelopen, dat ik vastliep, dat het niet lukte en dat het niet goed ging met mij en zo. En dat was aan de buitenkant wel niet zo te merken, maar intern zat ik daar toch behoorlijk mee op slot eigenlijk. En was ik, was niet makkelijk. Ja. Dus toen kreeg ik die kans. Ik was eerst in groepstherapie geweest, maar dat was helemaal niks voor mij. Want ik ging natuurlijk zelf therapeutiseren al heel gauw. Hè? Want met je analytisch vermogen denk je, maar dat zit zus en zo. Maar dat is duidelijk, dat moet je zus of zo doen. Hè? Nou, dat is natuurlijk helemaal niet goed. Dus dat heb ik gezegd, nee. Ik wil liever niet in groep. Ik heb het gedaan een jaar en toen dacht ik, dit moet ik niet doen, want dit werkt niet goed. En toen zeiden ze, wij hadden eigenlijk ook al geadviseerd psychoanalyse, maar dat wilde je toen niet.
senior, want ik was veel te bang voor de emoties en het gedoe. Hè? Ja, want ik had een aantal boeken daarover gelezen waarin ontzettende drama's waren en zo. Ik zei, nou, daar hou ik allemaal helemaal niet van. Ja, ik zeg maar eerlijk, zo ging dat. Maar goed, toen kwam ik toch in analyse en dat was de Utrechtse school, 4 keer per week. Marja Emmens. Bij Marja Emmens, ja. Wat natuurlijk ook een beetje beladen was, want Marja Emmens was de vrouw van Jan Emmens. Een van de belangrijkste hoogleraren kunstgeschiedenis, die zelfmoord heeft gepleegd. Een groot dichter, echt een hele bijzondere wetenschapper. Ik heb hem nooit gekend, want hij was al lang dood toen. Maar het gaf wel een zekere lading natuurlijk aan daar in huis te komen, bij Marja op de bank te liggen en zo. Maar ze heeft dat op een hele klassieke, ze was een hele klassieke analytica, heeft dat heel goed gedaan, vind ik. Dat kan ik terug zeggen. Ja. En ik heb er zelf veel aan gehad. Dat heeft mij ontzettend geholpen om meer van mezelf te begrijpen. En je eigen organisatie. De organisatie van jezelf. Mijn binnenorganisatie. Meer op orde te krijgen of zo. Het heeft ook in gedrag wel effect. Omdat constateert dingen bij jezelf. Op een gegeven moment dat ik boos word of angstig word of geïrriteerd raak. Dat je leert om daar meteen een vraagteken achter te zetten. Hoe komt dit? Waarom doe je dit zo? Wat speelt er nu? Hè? En dat heeft me in mijn werk, ook bijvoorbeeld bij dingen als functionerings- en personeelsgesprekken en ook sollicitatiegesprekken, geholpen om beter zicht op mensen te krijgen ook. En ook meer, laat ik zeggen, te kunnen mensen ook even, als het ware, een soort window of opportunity open te krijgen. Hè, door een vraag te stellen die ze net niet verwacht hadden. Maar ik zie iets waarvan ik denk, hé, wat is hier aan de hand? Waarom doe je dit? Of waarom voelt dit zo? Waarom vind ik dit sollicitatiegesprek zo eindeloos lang duren? Waarom verveel ik mij nu? Hè? Dan probeer je toch voor jezelf daar een antwoord op te vinden. Het speelde veel meer dan dat, maar ik vond het heel waardevol. En kijk, het sterke vind ik van de psychoanalyse is toch de gelaagdheid van de mensen die daarin, als het ware, een geaccepteerd gegeven is. En dat maakt het aan de ene kant lastig om er kritiek op uit te oefenen. Dat wordt natuurlijk ook gezegd. Het immuniseert zichzelf tegen kritiek. Maar dat je leert dat je, om het zo te zeggen, dat je kunt iemand op het ene niveau lief hebben, op het andere niveau haten. En dat kan ook in elkaar gaan schuiven. Dat zijn dingen waar de psychoanalyse eigenlijk, ik heb dat zelf in een artikel, het psychodynamisch complex genoemd, eigenlijk heel erg goed in is. Want dat, bij de anderen zit het toch vaak veel meer op, we gaan dit gedrag veranderen. Wat precies de oorzaak van het gedrag is, of waarom dit gedrag zo bestendig is, enzovoort, is even niet zo relevant. Het hindert je, dus we gaan het gedrag veranderen. En dat lukt ook vaak. Dat is bij de psychoanalyse maar de vraag of dat lukt. Het is voor het inzicht, het is toch een studie in zelfinzicht, zelfreflectie. Greep op jezelf krijgen. Ik zei altijd van, het is het soort, ik heb wel eens in een artikel gezegd van, en dat is ook binnen de analyse, is dat veel geciteerd geloof ik, van het is, in die tijd had je nog grammofoonplaten. Het is alsof het net niet 33 toeren is, maar 30 toeren. Hè? En dan klinkt het verschrikkelijk. En dat doet pijn en zo, dat soort dingen. Ja, ik meen me ook te herinneren, dat vertelde ik net toen de camera nog niet aan stond. Een uitspraak van jou, toen ik zelf een keer wat stuk over psychoanalyse schreef. Van dat psychoanalyse voor mensen is die 38-3 koorts hebben. Precies, hetzelfde verhaal. En dat is vergelijk met zo'n grammofoonplaat natuurlijk. Dat je gewoon, je kan naar buiten, maar je voelt je niet echt lekker of zo. En het duurt langer of zo. En dat gedragstherapie meer zou zijn voor als je eens een keer 39,5 koorts hebt of zo. En als je ook weet waar het ook, laat ik zeggen, waar het in zit. Hè? Niet alleen de koorts is, maar ook dat het een bepaald soort koorts is, zou ik bijna zeggen. Ja, hè? Dat je dus iets wilt veranderen. Je durft niet naar buiten. Dan kan je natuurlijk daar psychoanalytisch enorm ingewikkeld over gaan zitten doen. Maar je moet naar buiten. Er moeten boodschappen gedaan worden. Er moet gewerkt worden. Dan is dat toch het eerste wat je moet doen. Dat vind ik bij depressies precies zo. We weten dat het heel nuttig is om gesprekscontacten te hebben. Dat hoeft niet per se analytisch te zijn natuurlijk. Maar als iemand diep in een depressie zit, ik heb een aantal keren ook dat meteen geadviseerd toen ik dat zag gebeuren. Bijvoorbeeld bij iemand met een eigen zaak. Die niets meer doet. Die hangt thuis op de bank. Dat is dramatisch voor zo'n gezin. Het kostwinner valt weg.
Toen zei ik, ja, maar hier moet medicatie. Eerst medicatie. Hè? Zo snel mogelijk proberen uit die diepe put naar boven te komen. En dan natuurlijk wel gaan praten. En dat heeft een aantal keren, daar ben ik echt van overtuigd. Ja, ja. Het is lastig, want die medicatie kan niet goed vallen. De medicatie slaat niet altijd aan. Maar ik ben ervan overtuigd dat de combinatie, zeker dat die start met zo snel mogelijk uit de diepste kuil komen. Want ook als men zegt van ja, ga maar weer sporten of hardlopen. Maar als je dat weer kunt, dan zit je al niet meer in die diepste kuil. Dan ben je daar al uit. Of je zit er nog niet in. Hè? Want dat, anders lukt dat gewoon niet meer. Want de kenmerk van die depressie is natuurlijk dat, dat soort dingen. Hè? Ik denk dat iemand als Prins Klaus dat heel goed heeft laten zien ook. Je kunt, je vitaliteit is weg. En dat hele idee dat je hard zou moeten gaan lopen, is natuurlijk het verschrikkelijkste op het moment. Dat is alleen al op zich al voldoende om weer achteruit te vallen en op bed te gaan liggen. Dat, ik chargeer het een klein beetje, maar ik denk dat dat echt wel speelt. Hè, diepe depressie is een verschrikking. Dat, maar als jij fobie, als jij een bepaalde fobie hebt die jou belemmert om te functioneren, moet dat toch, als je een methode hebt om dat goed op te lossen. Ook al zou het dan misschien voor 2 jaar zijn, bij wijze van spreken, het kan allemaal weer terugkomen. Prachtig, doen. Hè? En niet gaan zitten sleutelen, dat je denkt, nou ja, over 6 jaar zien we wel. Ja, dat kan niet. Dat, die tijd heb je niet. En die tijd heeft dat gezin niet en, die heeft, en jouw werkgever niet. Vind jij als, jij geldt als een groot kenner van de geestelijke volksgezondheid in Nederland. Vind je het jammer dat de psychologie zo gemarginaliseerd geraakt is? Ja, dat is moeilijk. Dat, omdat ik er zelf zo dankbaar voor ben, heel eerlijk gezegd. Maar ook zie van, het kan eigenlijk niet. Het is zo kostbaar. Het is zo langdurig. En juist voor mensen voor wie het, laat ik zeggen, als je zegt de inzet in tijd. Het is ook intellectuele therapie, denk ik. Ja, en voor wie de inzet in tijd en aandacht en professionaliteit eigenlijk het, misschien het minst dringend is, of maar even zo formuleren. Wel wenselijk, maar niet dringend. Vind ik dat heel moeilijk. En de psychoanalyse heeft natuurlijk zichzelf ook gemarginaliseerd. Door zich heel erg autonoom, afstandelijk op te stellen. Er is natuurlijk wel pogingen gedaan met onderzoek en zo. Maar die zijn allemaal uiteindelijk toch weer vastgelopen. En niet voldoende succesvol geworden. Om, laat ik zeggen, weer als het ware de verbinding met de academie te krijgen. Vroeger waren alle hoogleraren psychiatrie waar analyticus. Nu denk ik is er niet één meer. Dat, en bij psychologie zal dat ook nauwelijks of niet meer het geval zijn. En ik zal er niet zeggen dat dat al zaligmakend is, maar de diepte van het denken wat daarin zit, dat vind ik, blijf ik fascinerend vinden. Ik denk dat dat ook de reden is waarom het toch in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in de ontwikkelingspsychologie niet de therapiekant, maar de intellectuele, de gelaagdheid, en de bewegelijkheid die daarin zit, nog steeds belangrijk is. Ja, het schiet me nu binnen dat volgens mij Pim Fortuyn ook heel, heel enthousiast was over zijn analyse die hij... Ja, het is niet meteen een aanbeveling voor het vak. Nee, maar het schiet me nu opeens te binnen. Maar hij heeft het niet afgeheven. Ja, ik weet niet wat hij precies heeft gehad en gedaan. Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb hem wel gekend. Ja, dat vermoed ik ook al. Niet prettig. Naast jouw hoogleraarschappen, je werd universiteitshoogleraar, maar je bent ook directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau geworden. Hoe combineer jij dat allemaal met elkaar gewoon? Doe je psychoanalyse? Je merkt natuurlijk op een gegeven moment, en anderen merken dat anders wel, dat je bepaalde dingen kunt. En die snelheid bijvoorbeeld van dingen oppakken, analyseren, meenemen. Dat is toch gewoon iets wat je dan als voordeel hebt. Een cognitief voordeel. Dat denk ik, en dan de ervaring. Is het niet zo, als je meerdere functies naast elkaar hebt, dat je in het een loopt niet, iets niet lekker of zo, dat je dat meeneemt? Nee. Dan kan je gewoon even twee of drie verschillende petten opzetten of zo. Hoe maak je die scheiding dan? Dat doet de agenda. Zo simpel is het. Dat doet de agenda. Lig jij nooit ergens wakker van? Gewoon, wat dan doorwerkt in Als ik heel eerlijk,
Als ik een keer wakker lag, dan, als het echt om een reden was, want je ligt allemaal natuurlijk wel eens een keer wakker. Dan had dat vaak eerder met personeelsproblemen te maken. Dat je worstelt met iemand die, laat ik zeggen, waar het niet goed mee gaat of waar jij niet goed mee kunt werken. En waar je op een gegeven moment afscheid van moet nemen. Dat zijn dingen waar je toch wel heel erg mee bezig kunt zijn. En dat is ook altijd pijnlijk. Je leert het wel, want je moet, laat ik zeggen, je bent uiteindelijk prestatie- en doelgericht. Hè? Wij moeten leveren. Hè? Wij moeten een rapport maken. Als jij dat niet kunt. Nou ja, dan gaan we eerst kijken, kunnen we dat verhelpen of kunnen we je ondersteunen of kunnen we de begeleiding geven waardoor je het wel kunt. Maar als je dat niet kunt, ja, dan is het op een gegeven moment is het klaar en uit wat mij betreft, dan moet je weg. Nou, dat leer je om te doen, maar dat doet toch zeker als het, als het iemand is waarvan je weet dat het ook voor de betrokkenen heel belangrijk is, dat werk. En ook niet alleen als inkomen, maar ook een teleurstelling kan zijn. Als je tegen iemand moet zeggen, ik ga met het promotieproject traject met jou niet meer verder, want ik zie niet dat dit gaat lukken. Ja, dat is toch best, dat doe je niet zo makkelijk. En toch is het nodig om het te doen zo nu en dan. Nou ja, dat ook in het belang van die persoon waarschijnlijk. In heel veel gevallen denk ik, uiteindelijk helpt het ook een opluchting, want mensen liepen natuurlijk al lang vast en wisten dat eigenlijk zelf vaak ook wel. Als ze het niet weten, is het vrij ernstig hoor. Heb je veel promovendi gehad? Ik heb er, even kijken, ik heb er 44 gehad. Tamelijk. Redelijk wat, toch? Dat is veel. Dat is gewoon veel. Voor de sociale wetenschappen is dat veel. Ja. Als je terugblikt puur op jouw wetenschappelijke carrière, waar denk je met de meeste voldoening aan toe? Wat is een boek, een publicatie die je hebt gehad, een promovendus die je begeleid hebt? Is er iets wat er uitspringt wat je denkt van, nou, hier was ik wetenschappelijk op mijn best? Nou, dat durf ik eigenlijk. Kijk, dat is altijd waar je net mee, laat ik zeggen. Ik kijk dan nu terug op het grote overzichtswerk wat ik over de 17e, 18e eeuwse schilderkunst heb gemaakt. Ja. Dat is letterlijk het mooiste boek wat ik ooit heb gemaakt. Ja. Met honderden reproducties erin en zo. En prachtig uitgegeven. Ja, daar ben ik dan ontzettend trots op. Dat is het leukste wat ik gemaakt heb. Mijn proefschrift kijk ik toch ook met veel, dat is stigma en charisma, met veel plezier op terug. Maar ook het idee wat je had voor je eerste proefschrift wat je eigenlijk wilde maken. Ja. Wat dan niet gelukt is, maar wat dat je denkt van, nou, misschien was dat wel een het is niet gelukt, maar het is wel een heel belangrijk inzicht voor mij geweest of zo. Het heeft mij toen wel geholpen om over een bepaalde manier over de samenleving na te denken. Of over het samenleven. Wat zeg ik, niet de samenleving, maar het samenleven waar het dan over gaat. Het contact tussen mensen. Maar op een gegeven moment merk je dat je een te hoge greep wil doen. En dat het waarschijnlijk. Wat je toch ook moet leren, gewoon, dat het een te hoge greep is. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is er ook geen schande. Nee, soms moet je ook zeggen, dit kan ik niet. Nee, of dit is te moeilijk. Uit Nico Vrijda, die zit ook in deze serie. Ja. Uit zijn afscheidsreden, wat ik nog altijd een van de mooiste teksten over psychologie vind die ik ken. Zegt hij zoiets van, de waarheid bestaat niet, maar je moet er toch naar zoeken. Ja, natuurlijk. Ja, waarheid en ook wel. Ja, ook wel dingen als bruikbaarheid vind ik zelf. Hè. Ja. Relevantie vind ik toch ook altijd wel heel belangrijk. En dat bedoel ik daarmee met de rol die je toch, voor een deel gewoon als intellectueel, maar ook als wetenschapper hebt om dingen aan een hele ingewikkelde wereld, aan een hele ingewikkelde samenleving, om uit te leggen hoe het zit. En vaak hoe het dus niet zit. Hè. Ja. U denkt dat het zo is. Maar misschien moeten we daar toch nog eens even wat beter naar kijken. Kijken of het echt zo is. Dat speelt in de psychologie. Als je als klinicus werkt. Hè? Maar het speelt natuurlijk ook in de sociologie met name. Van even kijken of het echt zo is als u denkt dat het zit. Hè? En dat vind ik zelf heel erg leuk. En ik heb nooit problemen gehad. En ik weet wel, collega's zeiden wel eens tegen mij van, ik zou jouw baan of dit soort werk nooit willen doen. Want om 9 uur doe je dit en om 10 uur zit je daarbij. En om 11 uur heb je een vergadering. En om 12 uur moet je een lezing houden enzovoort. Ja. En s'avonds lees je een proefschrift waar je een column over schrijft. En een NRC Handelsblad. Ja, 30 jaar gedaan. Ik las die graag altijd. Ja, en ik heb ook 12 jaar een column in het Financiële Dagblad gehad enzovoort. En ik gaf heel veel lezingen. Nou ja, je merkt dat ik vond dat leuk.
leuk om te doen. Ja. En je merkt dat je het kunt. Ik kan een verhaal vertellen voor een zaal. Ja. En daar heb ik geen papier bij nodig. Dus dat was een soort lijstje met puntjes. Hè, van dat ik niet helemaal alle kanten uitga. Ja, nou ja, dat is fijn. Laat ik het dan maar zo zeggen. Dat is fijn dat je dat kunt en dat, dat daar belangstelling voor is. En ook nog een lid van de Eerste Kamer geweest, hè, voor D66. Ja, ja. Maar ja, kijk, ik heb altijd heel veel dingen gecombineerd. Ja, nee, dat viel me ook op. Gewoon een zeer indrukwekkende carrière. Is dan misschien eens met je, want je had in een radioprogramma gezegd dat je minister had willen worden. Is dat wel een smetje op je... De manier waarop het gebruikt wordt en ook nu weer wel. Kijk, het was in mijn afscheidsjaar als directeur. Ik was 65, 2013. Ik zou weggaan bij het planbureau. En toen had ik zo'n lang interview. Op de radio. De radio. Ik heb erover gelezen, hoor. Ja, en toen werd mij gevraagd het ministerschap of zoiets. Van hoe denk je daarover? Ik zei, nou ja, dat is natuurlijk, als je mijn carrière bekijkt, zou dat een prachtige afsluiting zijn van mijn carrière. Ja. Dat wordt natuurlijk in de hele manier van verwerking wordt dat precies omgedraaid. Hij wilde zo graag minister worden. Ik zal niet zeggen dat ik daar nee op gezegd zou hebben. Maar ik vond het ook wel raar, omdat tegenwoordig is van, ik heb een hele leuke baan en natuurlijk ga ik daar niet. Ja, dat vind ik echt flauwkul. Het is in principe een eer als je gevraagd zou worden. Dus ik was politiek actief en ik wilde politiek actiever worden, omdat ik nu vrij was van die baan. Want als ambtenaar en als toch adviseur van het kabinet, als directeur van het planbureau, is dat een van je belangrijkste taken. Je bent direct adviseur van het kabinet. Je zit vaak bij een deel van die kabinetsvergaderingen erbij. Dan moet je niet te politiek gekleurd zijn. Wel je mening hebben, maar niet te politiek gekleurd zijn. Dat ben ik pas daarna gaan doen. Onafhankelijk zijn. Dat ben ik daarna gaan doen. En toen heb ik wel gemerkt tijdens die Eerste Kamerperiode, dit is toch niet mijn vak. Dat was dus eigenlijk weer een misrekening. Want ik dacht dat het juist wel mijn vak was om politicus te zijn. Ja. Maar dat is het helemaal niet. Dus als je nu gevraagd zou worden, je zou het niet doen? Ik pijns er niet over. Nee. Maar ja, goed, ik word dit jaar 75. Laten we dat wel weten. Maar hoe oud is Biden? Ja, goed. Volgens mij maak jij een heel actievere indruk. Maar ja, je wilt niet meer. En ik moet ook zeggen dat ik heb gemerkt ook de dingen waar ik niet goed tegen zou kunnen. Het soort beledigingen, de bedreigingen die voortdurend op je afkomen. Die alleen maar erger volgens mij online. Dat is vreselijk geworden. Dat is echt, ik heb wel iets daarvan meegemaakt, maar toch heel bescheiden. En dan merk ik al, dat raakt je echt. Dat raakt je echt. Je wordt er onzeker van. Het kan ook echt angst maken. Ik heb één keer een soort bedreiging gehad waarbij de politie mij kwam vertellen van, ja, hij had wel een wapenvergunning, maar die hebben we ingetrokken. Jezus. Ja, nou, dat vind ik een geruststellende mededeling. Hè? Nou, dat is niet fijn, hoor, dat soort dingen. Dat is wel een wereld waar nu iedereen die zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt, op televisie, in de media terechtkomt, in de politiek terechtkomt, mee moet rekening houden. 99,99% is lawaai, maar je weet het niet. En dat vind ik, dat speelt ook wel een rol. Maar ik merkte ook dat ik moeilijk vond. En je vergeet het ook niet. Blijf bij je. Maar wat ook speelt is, en dat heeft gewoon te maken met de ontwikkeling die je gewoon als wetenschapper en als intellectueel hebt doorgemaakt. Ik heb natuurlijk geen enkele neiging om mij aan de standpunten van een partij te houden. Als ik iets anders vind dan de partij vindt, dan vind ik dat. Ja. Bijvoorbeeld mijn euthanasiestandpunt. Ik ben voorzitter geweest van de commissie Voltooid Leven. En het advies van onze commissie was niks veranderen aan de huidige wet. Ja. Nou, dat staat dwars op de standpunt wat D66 daarover inneemt. Nou, is voor mij totaal geen reden om daarvan op terug te komen. Want dat zou een soort zelfverloochening zijn. En ik vind het een heel slecht standpunt wat D66 daarover heeft. Heb ik ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar dan merk je gewoon, ik pas daar eigenlijk niet zo goed in. Het was een leuke ervaring. En dan, ja, daar komen ook nieuwe dingen bij. Want ja, ik deed ook het landbouwbeleid, om maar eens even wat te noemen. Daar had ik me natuurlijk nog nooit mee bezig gehouden. Ja, dat is ook wel weer fascinerend als je beseft hoe ingewikkeld dat is. En hoe ongelooflijk complex de rol van Nederland in het Europese verband in dat opzicht is. Derogatie en allemaal van dat soort dingen, daar heb ik me allemaal mee bezig moeten houden.
Ja, vind ik wel leuk. Ja. Maar goed. Laatste vraag. Hè. Je zit weer op middelbare school. Je staat voor studiekeuze. Met alle wijsheid van nu. Had je niet liever toch kunstgeschiedenis willen studeren? Of? Nou, het is altijd moeilijk om te zeggen nee. Ik terugkijkend verbaas ik me alleen over dat ik nooit bijvoorbeeld geneeskunde heb overwogen. Want ik heb toen ik eenmaal in die wereld zag, dacht ik, ja, psychiater zou ik toch wel een heel interessant vak gevonden hebben. Ja. Maar weet je, het aardige van een vak als kunstgeschiedenis is dat je als amateur, in de goede zin van het woord, heel veel in, laat ik zeggen, ver kunt komen in dat vak gewoon. Door je eigen verwondering. Door je eigen interesse. Je gaat natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek doen, maar je verwondering, je belangstelling. Je selecteert ook wat je wel interessant vindt en wat je niet interessant vindt. Hè? Want en dan merk je dat je op een aantal gebieden, en ik heb heel erg in die museumwereld ook gezeten en ik ken veel kunsthistorici, op een aantal terreinen, met name die 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst, zijn er niet zo heel veel kunsthistorici in Nederland die daar meer van weten dan ik, durf ik gewoon te zeggen. Dat, over dit, en dan hier weer, mijn kracht is de breedte. Ik was ooit een gesprek met iemand van het Rijksmuseum, een conservator, en ik vroeg iets over een bepaalde schilder. En toen zei hij, ja dat is Haarlem, hè? Ik zei, ja, die werkt in Haarlem. Ja, ik doe Leiden. Nou, ik dacht alsof er een echt zo van, ik zou dat vreselijk vinden. Ik bedoel, ik begrijp het wel, maar dat is zo ver van mij vandaan om dan te zeggen, daar hoef ik dus niet te weten, want dat is een andere schilderschool. Dan denk ik, hallo, het is zo interessant om die breedte te hebben. En dat is wat ik dus blijf doen, dat ik het gewoon leuk vind om onderwerpen op te pakken die voor mij boeiend zijn. En waar anderen misschien wel zeggen, ja, maar je bent niet van het vak. Nou ja, jammer dan. Hè? En dan denk ik, kijk dan maar wat ik maak. Ja. Is dat goed of is dat niet goed? Ja. Nou, rond wat ik op het gebied van psychotherapie en psychiatrie heb gepubliceerd, durf ik echt wel te zeggen dat dat in het algemeen als heel erg goed gewaardeerd is. Dat, ik ben dan ook zeer blij dat je in deze serie zit. Dat was een eer. Dankjewel voor het gesprek. Het is een eer. Graag gedaan. Dankjewel.